En nou heb ik begrepen dat jullie hier bij de speelgoedbank niet helemaal voor niks staan. Wat zijn jullie eigenlijk van plan om te gaan doen? Wij gaan jullie helpen om de mobiele speelgoedbank te realiseren. Wij gaan een sponsor opdoen van 206 kilometer in een kleine 5 dagen tijd. En hopen op zoveel mogelijk donaties dat de mensen ons gaan helpen, zodat we samen die mobiele speelgoedbank kunnen realiseren. En 206 kilometer in 4 dagen tijd, 4,5 dag. Dan hebben jullie ook een aantal overnachtingen, neem ik aan. Hoe zijn die geregeld? Als het goed is, zijn die goed geregeld. Wij slapen in een tent onderweg. Er worden verschillende checkpoints worden erop gezet. Voor een hapje en een drankje. En het slapen, dat wordt nog wel een dingetje met mijn zes. Het wordt inderdaad koud. Ik heb begrepen dat je dat niet alleen doet. Volgens mij zijn jullie met z'n drieën. Klopt dat? En wie lopen of rollen er nog meer mee? Dat klopt. Joost, die rolt mee. Die zit in een rolstoel. Onze broeder Jampie, die loopt ook mee. Nou, fantastisch. En natuurlijk het allerbelangrijkste. Hebben jullie er een beetje zin in? Zijn jullie er klaar voor? En hebben jullie er goed voor getraind? Zeker. We hebben allemaal ons best gedaan met trainen. En we hebben er onwijs veel zin aan. Het wordt een zware tocht, maar we gaan het rocken. Zeker. Absoluut. Nou, dan zou ik zeggen heel veel succes. En aangezien ik zelf in de camper met jullie meega, ga ik het op de voet volgen. Super. Ja, ik heb net Adriaan van de Dutch Beerdoos gesproken. En ik heb begrepen dat jullie ook meewandelen met de 206 kilometer. En Joost Konijnenbel, wat is eigenlijk de reden dat jij dit gaat doen? Nou, omdat ik namens de speelgoedbank mijn bijdrage wil leveren om... die 200 kilometer rollend te gaan volbrengen. Het is als een ludieke actie gestart en het is enigszins uit de klauwen gelopen. En nu zitten we hier aan het begin. En Jampie, ik heb begrepen dat ze in eerste instantie met z'n tweeën gingen. En uiteindelijk heb jij besloten om ook mee te gaan. Waarom ga je 206 kilometer lopen? Nou, ik ben zelf, ik hou van wandelen. Mijn vader is ook altijd wandelaar geweest. En ik laat die jongens niet alleen gaan. Dus ik ga lekker mee. En ik heb donders veel zin in. En je zei het al, hè, donders veel zin in allebei. Ik begreep dat jullie de nacht in een tent gaan slapen. Zie je dat eigenlijk wel zitten? Ja, het moet wel een uitdaging blijven. Nou, volgens mij uitdaging genoeg. En het zal voor jou ongetwijfeld ook een uitdaging zijn om in de tent te gaan. Helemaal niet begrijp ik. Welke uitdaging is het voor jou met name? Nou, luister, ik ben zelf ook visser en ik slaap al vanaf jongs af aan slaap ik in een tent. Dus tent in tent slapen maakt me helemaal niks uit. En we gaan het gewoon met elkaar doen. Nou, dan wil ik jullie echt ontzettend veel succes wensen. En dat jullie dinsdag om 7:00 s'avonds weer veilig terug zijn. Zijn jullie er helemaal klaar? Ja, zeker. Iedereen gedacht gezegd? Zeker, allemaal gedaan. Mag ik jullie daar ontzettend veel succes wensen? Dankjewel. Dankjewel. Heel erg bedankt voor jullie inzet. En echt een fantastisch mooi ervaring waar jullie dit voor ons kunnen doen. Maar het doen. Rotten. Gaan we heel veel succes. Dankjewel. Yay! Yay!